Hallo, welkom bij een nieuwe videoles en deze keer gaan we kijken naar opgave 2D van de oefentoets krachten voor klas 2 van het Vitus College. En bij deze opgave, daar staat hij al, bereken hoe hard je aan de veer moet trekken, zodat de uittrekking 15,2 centimeter wordt. Dan kunnen we weer met een verhoudingstabelletje gaan werken, want dan kunnen we dus gaan zeggen... het aantal newton tegen het aantal centimeter. Als ik met 5 newton eraan trek, dan is de uittrekking 6,8 centimeter. En ik wil nu dat de uittrekking 15,2 centimeter wordt. Dus we gaan als eerste stap delen door 6,8. Als tweede stap keer 15,2. En dat doen we natuurlijk ook bij de 5. En als we dat doen, dan komen we uit op, even kijken, rekenmachientje aan, 6,8 gedeeld door 5, dat is, ja, nee, ik doe het verkeerd, ik ben de vorige opgave aan het bedenken, 5 gedeeld door 6,8 natuurlijk, en dat moeten we keer 15,2 doen. En dan hebben we totaal 11,2 newton aan kracht nodig. En dat is het antwoord op opgave D. Ik ben Willem van voorwetten.nl. Bedankt voor het kijken.